13.045 stemmen zijn er uitgebracht. Dat is inderdaad hoger dan vorige keer. Volgens mij waren toen 12.500 nog wat. Dus we hebben een hogere opkomst. 30 ongeldig, nee, 30 blanco, 22 ongeldig. Nou, de zetels. Even een moment. Allemaal onder voorbehoud natuurlijk dat dit een voorlopige uitslag is. Want er moet nog op naamniveau geteld worden. Dus dit is onder voorbehoud. Alles wordt nog gecheckt, gecontroleerd. Dus op maandag 10 uur is pas de definitieve uitslag. Onder voorbehoud krijgt het CDA 7 zetels. Vier Gemeentebelangen. PP 2. VVD 2. D66 1. Dat moet er ook 1 zijn dan. Nou, wie heeft het verteld? Hoeveel houden we dan over? 4. Voor VVD, HVD, HVD.